In het gloednieuwe onderwijs- en cultuurgebouw aan Maren heb ik afgesproken met Erna Sassen. Zij begon als theatermaker, werd bekend als actrice en nu is ze succesvol auteur van jongerenliteratuur. Zij krijgt de Nienke van Hichtenprijs voor het beste jeugdboek. Ik ontmoet niet alleen Erna, maar ook de kunstenaar Martijn van der Linden. Hij heeft een bijzonder aandeel in dit boek. Hallo, echt gefeliciteerd. Deze is voor jou, ik wil eigenlijk zeggen voor jullie. Voor ons, ja. Want het is jouw oorkonde, maar jullie boek. Ons boek, absoluut. Ja, ja. En is het bedoeld dat ik hem nu open maak? Je mag hem nu openmaken. Wauw, het is wel een mooie, zeg. Nienke van Hichten. Hoe is dat? Ja, mooi. Ja, tof. Ben je wel eens vaker genomineerd geweest voor iets? Genomineerd? Ja, ja, ja. En gewonnen? Eén keer gewonnen, hè. Met de gouden lijst. Ja, gouden lijst. Met er is geen vorm waarin ik pas. Ja. Ja. Wendt het? Nee. Maar dit is wel echt tof, hoor. Jullie hebben de prijs voor Zonder Titel. Waar gaat het boek over? Het boek gaat over Joshua. Joshua is de hoofdpersoon. Hij is een jongen die heel erg goed kan tekenen. En daar had ik meteen Martijn voor nodig. Joshua is iemand die zijn gevoelens uit door te tekenen. Ik zal eerst even vertellen waar het over gaat. Hij belandt in een 3 VMBO-klas. Hij komt van de HAVO. Hij belandt in een 3 VMBO-klas. En dan belandt hij in een klas met jongens. Van die ruige hangjongeren. En in eerste instantie heeft hij daar echt een heel erg vooroordeel over. Maar gaandeweg blijken die jongens wel heel leuk knullen te zijn. En zijn redding is eigenlijk dat Sergio, de hoofd van de gang, die valt voor zijn kunst. Die pikt aan het begin van het boek zijn schetsboekje en dan is hij ook heel kwaad en zo. Maar Sergio valt echt voor die geweldige kunst die Martijn dus verbeeldt. Ik verbeeld de stem van Joshua in woorden en Martijn in zijn beelden. Er is nog een verhaal naast en dat gaat over Sivan, het meisje waar Joshua mee opgegroeid is. Zijn soulmate en zij is in Nederland opgegroeid en net niet geboren, maar wel opgegroeid. En op haar 13e wordt haar vader, wil haar terug hebben naar zijn eigen cultuur en dan moet zij terug naar Irak, omdat zij te veel verwestert. Misschien wil je een stukje voorlezen voor ons, zodat we een beetje een idee krijgen van de toon van het verhaal. Oké, ik lees dan wel het stukje voor wat ik net helemaal heb verteld. Sorry. Oké. Alles gaat fout. Die klootzak van een Sergio pakte mijn schetsboek af. Het was gelukkig niet het boekje met naakten. Ik ben wel zo slim om dat thuis te laten. Het was die dikke, met de slappe kaft van Leonardo da Vinci. Mijn mooiste, bijna vol. Alles gaat fout. Ik wist natuurlijk vanaf het moment dat ik in deze kutklas werd geplaatst, dat ik een keer gezeik zou gaan krijgen met Sergio, aanvoerder van een groep kansloze hangjongeren. Grote bek, grote spieren en maximaal aantrekkelijk voor de meiden vanwege zijn arrogante kop en zijn gejatte scooter. Regelmatig aan het mat op het schoolplein, duidelijk zichtbaar voor de schoolleiding die niks tegen hem durft te ondernemen. Ik wist dat ik bij hem uit de buurt moest blijven, deed ik ook. Maar Sergio zelf blijft bij niemand uit de buurt. Vanaf dag 1 houdt hij mij al in de gaten. Ik zit hier sinds 2 weken. Cum laude overgegaan van 2 HAVO naar 3 VMBO. Mocht zelf kiezen of ik die tweede over wilde doen of een razendsnelle doorstart wilde maken op het VMBO. Daar hoefde ik natuurlijk geen seconde over na te denken. Doe mij maar het VMBO, zei ik tegen mijn vader. Hoe korter, hoe beter. En dat ik niet begreep waarom ik niet meteen in groep 8 voor het beroepsonderwijs had gekozen. Dat begrijp je heel goed, zei mijn vader, want dat had met Sivan te maken. Ja, dankjewel pa voor het helpen herinneren. Sivan, zij ging naar de HAVO. Ben je homo of zo dat je de hele tijd in dat boekje zit te schrijven? Sergio rukte het schetsboekje onder mijn handen vandaan. Ik had hem niet aan horen komen. Het was een tyfusherrie in de kantine en ik had mijn nieuwe noise cancelling koptelefoon op. Nee, hoezo, zei ik in een reflex, niet in staat tot enige vorm van verzet. Daar ben ik nog het kwaadst om, dat ik niet gewoon zei, ja, ik ben een homo en wat dan nog, eikel? Niet dat ik homo ben, maar het gaat om het principe. Geef mijn boek terug, dat zei ik nog wel. Beetje schraal. Meer vanwege het gezichtsverlies dat ik niet wilde lijden dan vanwege de hoop het ooit nog terug te zien.
Je krijgt het terug als ik het uit heb, zei Sergio, King of the Jungle. Kan jij lezen dan, vroeg ik, terwijl ik zo beheerst mogelijk een schrift uit mijn rugzak haalde om daarin verder te tekenen. Als antwoord gaf hij me een dreun op mijn kop met het schetsboek. Zivan, waarom lees je mijn berichten niet? En die schetsen uit dat schetsboekje, die staan in het boek. Dat zijn dus geen klassieke illustraties, maar de schetsen van de hoofdpersoon. Hoe gaat zo'n samenwerking? Nou, we hebben natuurlijk gepraat van tevoren over wat voor richting we op zouden gaan. En we kwamen al snel tot de conclusie dat de hele uitstraling van dit boek schetsboek moest zijn. Dus dat als je het idee hebt, dat je als je het leest, dat je echt het idee hebt dat je door zijn schetsboek heen bladert. En dat hebben we ook steeds aangehouden. Dus soms wilde ik wel eens iets laten zien of wilde jij wel eens iets, maar dan kon dat niet. Want ik kan niet zomaar scènes laten zien in deze opzet. Dus dat hebben we ook niet gedaan. Alles is getekend alsof Joshua het getekend heeft. Ja. Ja, je praat nu heel vanzelfsprekend, want jullie kennen elkaar dus al. Maar hoe hebben jullie elkaar leren kennen in de samenwerking hiervoor al een keer? Of hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ja, we hebben samen een kinderboek gemaakt, een Indiaan als jij en ik. En dat heeft Martijn zo mooi had hij dat gemaakt. Zo mooi zelfs dat bij de uitgeverij dachten, nou dan gaan we er ook een kleur in doen. En dan gaan we ook heel mooi dik papier gebruiken. Het werd echt een hele prachtige uitgave. En daardoor, door hoe Martijn dat had gedaan, omdat zijn illustraties mij altijd heel erg ontroeren. En dat vond ik zo'n fijne aanvulling op hoe ik schrijf, want ik schrijf ook vrij snel. En soms bij mezelf denk ik, nou maar eens. Martijn kan daar echt door zijn beelden stilte en die ontroeringen aanbrengen. Dat vind ik ook bijvoorbeeld bij dat eerste hoofdstuk meteen al. Weet je, zoals Joshua, die is best kwaad en die heeft een soort, woede, veel woede in zich. En dan als Martijn, die maakt dan meteen zo'n hele zachte illustratie van dat meisje erbij. En dan hij maakt zijn gevoel, weet je wel. Dus ik dacht, ik wil Martijn erbij. Of Martijn is Joshua gewoon. Ik was eigenlijk door hem zo geïnspireerd. Ik dacht, ik ga over zo'n jongen schrijven. Omdat hij een andere kant van Joshua kan verbeelden. Die stilte en die ontroering, dat heeft hij gewoon supermooi gedaan. Nou, dat was ook lekker omdat je natuurlijk in deze opzet overal mee wegkomt. Want het zoeken wat ik normaal doe voordat ik ga illustreren, dat was nu al het illustreren. Want ik kon gewoon zelf een beetje kijken wat ik ging doen. En had ik een schetsje wat een beetje misging, kon die er eigenlijk ook zo bij. Want dat was dan een zoektocht van Joshua. Dus dat was heel fijn om te doen. Ik heb ook eens een keer ergens teruggelezen dat iemand zei van Martijn kan echt goed tekenen alsof een 15-jarige het heeft gemaakt. Nee, toen dacht ik, oké, dankjewel. Martijn, dat was het NRC, dat heb ik ook gezien. Dat ging over dat je zoveel stijlen gebruikt en dat het daarom, ze formuleerden het heel mooi, dat het daarom geloofwaardig was dat een 15-jarige dat zou hebben gemaakt. Okay. Ja, maar En leest Martijn dan mee? Illustreer je per hoofdstuk of krijg je eerst het hele verhaal? Nee, Erna heeft het hele verhaal eigenlijk. Nou, we hebben wel van tevoren heb je wel verteld aan mij van wat het ging worden en zo. En of ik deze aanpak die zag zitten en zo. Daar hebben we over gepraat. Maar ik ben volgens mij pas echt begonnen toen het helemaal er lag. Hè? Maar jij zei ook dat je dat graag wilde, ja. Dat ik het verhaal maakte. Maar ik deed wel elke keer, omdat ik wist dat hij het ging doen, deed ik elke keer als ik dacht, en nu moet er iets komen, dan deed ik Martijn met een vraagteken. Ja. En sommige hoofdstukken zijn ook door Martijn gemaakt gewoon. Bijvoorbeeld nadat hij heel verdrietig is over Dylan, over het zusje van Dylan, maakte jij die wolf in de sneeuw volgens mij. Ja. En die, weet je, dan, ja. Maar volgens mij, ik weet niet of het bij deze was, maar ik kan heel goed dat jij hier gewoon hoofdstuk 31 Martijn vraagteken, hoofdstuk 32. Volgens mij was die wel opengelaten, zeg maar. Precies. Ja. En dan hebben jullie nog een hoofdstuk zonder tekst, hoofdstuk 44 met deze wolf. Martijn, wat wilde je daarmee zeggen? Nou, als je het verhaal leest, dan kom je erachter dat Joshua zich heel erg vereenzelvigt met een wolf. Hij is een wolf. En Zivan is een geitje. Hoe dat zit, dat moet je lezen. Maar dat is eigenlijk wat er aan de hand is. En dus heb ik de wolf, wat Erna in tekst doet, heb ik de wolf gebruikt als de verbeeldenis van hoe hij zich voelt. Dus daar gaat het niet goed met Joshua, want dat is een soort dode wolf, bijna dode wolf. En er is er ook eentje die echt neergeschoten is en zo. En een hele woeste wolf. Het geeft echt weer hoe Joshua zich voelt, hoe het met hem gaat. Dus vandaar op die plek alleen maar
het gaat niet goed. Dat is eigenlijk wat dat hoofdstuk zegt. Wat mij ook opviel is dat zoiets ontstaat dan dus niet in één keer als ik naar jullie luister. Dus dit zijn dan verschillende schetsen en uitprobeertjes die je naast elkaar zet. Maar Sivan is ook heel vaak niet met haar gezicht te zien. Had jij dan eerst geschreven, ik teken haar vaak niet met haar gezicht zodat ze iedereen kan zijn en daar volgt Martijn in? Hij houdt heel erg eigenlijk van onafgemaakte, ik ook, van schetsen. Hij houdt heel erg van onafgemaakte dingen. Ook omdat daar nog een belofte in zit. Dus dat was wel al bekend, zal ik maar zeggen. Maar ja. Nou, en in het boek is hij ook gewoon aan het tekenen, zoals een iemand die beter wil worden en zo. Hij is aan het oefenen met houdingen en dat soort dingen. Dus dan gaat het ook niet over het gezicht. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen, dat als je Sivan daar in je kamer zit ergens en je gaat Sivan tekenen, dat gewoon echt puur gaat om hoe zit ze erbij. Dus ik denk dat dat ook niet overal even belangrijk is, dat je haar gezicht ziet. Voor hem ook niet. En voor het boek ook niet. Dit mag je natuurlijk nooit vragen, maar ik doe het toch. Martijn was de inspiratie voor Joshua. Ja. Ik was toch heel erg benieuwd wie nou de inspiratie was voor Sivan. Ja, dat is een meisje. Ik kende haar via een vriendin. Ze is een pleegdochter van een vriendin. En mijn vriendin vertelde dat verhaal over Sivan. Ik noem haar even Sivan. Omdat zij nog... Het is niet veilig voor haar als ik haar echte naam zou noemen. Dus dat is letterlijk een verhaal van de pleegdochter van mijn vriendin. En ik vroeg mijn vriendin, goh, mag ik dat gebruiken? Want ik wilde een liefdesverhaal bij Joshua. En zij zei, ja, dat mag, want dit is niet een op zich staand verhaal. Het gebeurt nog heel veel. Dat blijkt ook uit het boek van Lale Gül bijvoorbeeld. Weet je wel, hoe die meisjes die hier in het Westen opgroeien... En hoe ze dan toch, als ze dan vrouw worden, opeens toch in die cultuur van die ouders... Verstrikt raken of dat die ouders willen van hup terug naar... Want dat voelt voor hun natuurlijk oncomfortabel. Maar en mijn vriendin zei, dat komt heel veel nog voor. En daar was ik behoorlijk geschokt door. Dat je dus boos wordt om dat wat die meisjes dan door moeten maken. Dus dat is wel mijn drijfveer dan. En omdat je zo fijn antwoord geeft op vragen die ik eigenlijk niet wil stellen, ga ik er nog eens vragen die ik niet wil stellen. Zijn jullie al bezig met een volgend boek? Ja, dat is bijna af, dat is niet waar. Maar ik heb het gepland dat het dat eind dit jaar een vervolg op... Zonder titel? Zonder titel, met dezelfde personages. En het wordt misschien wel een trilogie, tenminste dat is mijn bedoeling. Heeft het al een titel? Ja, maar dat kan ik niet zeggen. Martijn, jij weet het weer ook. Geen titel. Ja, weer geen titel. Nee, ik krijg wel een titel, ja. Dan kijk ik heel erg uit naar jullie volgende samenwerking. Weer geen titel. En feliciteer je nog één keer van harte met jullie prijs. Super, dankjewel. Dankjewel.